zijn hier vandaag bij Allianz voor de 7 Insurance Challenge. En deze gaat over preventie van schade bij verzekeraars. In de volle breedte van de zin, dus van cyber tot en automotive. We hebben vandaag samengewerkt met meerdere studenten om een oplossing te bedenken hoe verzekeringsmaatschappijen proactief kunnen zorgen voor minder ongevallen. Ik had eigenlijk niet echt verwacht dat we zoveel zouden samenwerken met mensen van verschillende studies, dus dat vond ik erg leuk aan vandaag. Studenten hebben vandaag een opdracht gekregen. Het mooie van die opdracht was dat zij natuurlijk niet gehinderd worden door enige kennis, dus ze konden hun gedachten de vrije loop laten. We hebben ook een aantal dingen gehoord die al bekend zijn of al gebruikt worden. Dat konden zij niet weten, maar het geeft wel aan dat ze creatief kunnen denken. Dat zijn mensen die je nodig hebt. Die kun je gebruiken in de verzekeringsbranche. Ik heb wel het idee dat onze oplossing een bijdrage heeft geleverd. We hebben eerst een aantal keer met de experts ook wel een beetje feedback gevraagd. En uiteindelijk is er wel iets uitgekomen wat ik denk dat al een nieuw inzicht heeft gebracht. Ik moet zeggen dat ik vanmorgen bij de start van de dag benieuwd was naar wat er zou gebeuren. En met name vanmiddag, toen de opdrachten uitgewerkt werden, had ik echt het idee van, ja, hier zit een groep mensen die enthousiast is en die iets wil. En dat heeft tot een leuk resultaat geleid.